Goedendag, meneer directeur. Kan u een keer iets meer vertellen over de school? Want wij zijn hier op Olvi Gent. Ja, Olvi Gent is een beroepsschool, hè, met vier grote domeinen. Vandaag is het domein haarzorg dat in de picture staat, maar ook restaurant en keuken die de receptie zal verzorgen. Daarnaast hebben we ook een groot domein economie en organisatie en tot slot ook maatschappij en welzijn, de zorgsector. En we leveren eigenlijk leerlingen af voor de arbeidsmarkt in die vier grote sectoren hier in Gent. Goedemorgen Jonathan, u bent leerkracht van het zevende haarzorg hier op Olvi Gent. Wat staat er eigenlijk vandaag te gebeuren? Vandaag is de officiële plechtige opening van de mini-onderneming van Zeven Haarstylist. Zij bereiden een heel mooie speech voor, waar ze al weken aan het werken zijn. Straks is er ook een receptie waarbij alle collega's van de school uitgenodigd zijn. De receptie die wordt dan ook verzorgd door restaurant Keuken. En we maken er echt wel een feestelijke opening van naar jaarlijkse gewoonte. Absoluut, ja. Een heel mooi moment voor onze leerlingen voor af te sluiten voor het schooljaar. Goedemiddag. Het kapsalon hier, wat is eigenlijk de bedoeling daarvan? Het is de bedoeling dat we dit kapsalon als ons eigen kapsalon behandelen. En dat we het nu hebben geopend. En het kapsalon is alle weken open? Of hoe zit dat? Ja, elke week, elke vrijdag dus, van 9 tot 3 zijn we open. Behalve in december en in mei is er eens een blokstage, dus dan zijn we gesloten voor 2 weken. Dank u wel. APPLAUS.